Uri Grandvreugd, de man met de zwarte jas, was jarenlang speler van AFC, was trainer van Eemdijk en is trainer van Hooglanderveen. Volgend jaar is hij hoofdtrainer van AFC. De hekken sluiten dus in de tweede divisie, dat IJsselmeervogels ontvangt en vroeg in de wedstrijd een hoekschop mocht nemen, die niet lekker wordt verwerkt door IJsselmeervogels. En dan staat ineens Matthijs Jesse oog in oog met Schaap en is het 1-0 voor AFC binnen 5 minuten. De hekkensluiter in de tweede divisie die zo moeilijk scoort. Scoort hier vroeg in de wedstrijd. En dan wordt het beeld van de eerste helft dat IJsselmeervogels aanvalt maar nauwelijks kansen creëert. En AFC countert hier met Ignacio. Verliest van Marquiet, maar Matthijs Jesse neemt over en kan schieten. De redding is van Jamie Schaap. 2-0 voor AFC zou het wedstrijdbeeld op zijn kop hebben gezet, want IJsselmeervogels was voor rust de betere ploeg, maar slaagde er niet in om kansen te creëren. En na rust is dit van den Hout en is het 2-0. De linksback van AFC. Vier vingertjes, ja, het is zijn vierde van het seizoen. Hij is topscorer van AFC. Hij maakt deze knap af. En IJsselmeervogels in last. Van Huissen met de vrije schop. Maar het is tekenend hoe IJsselmeervogels ook met de dode spelmomenten omgaat. Hoe dit wordt uitgespeeld. Want uit die vrije schop van Huissen komt een kans voor AFC. Komt daar de 3-0. Ignacio is weg. Jesse, hoe is het mogelijk dat hij er niet in gaat? Dit had absoluut de 3-0 moeten zijn voor AFC tegen een IJsselmeervogels dat na rust helemaal niets meer creëerde. Let dan op, in het midden van het beeld, de klap van Javero Marquiet in het gezicht van Magic Jansen, de aanvoerder van AFC. Dat kan IJsselmeervogels er ook nog wel bij hebben. Een terechte 2-0 nederlaag en een schorsing voor Marquiet. En de kans dat hij volgend jaar in de tweede divisietrainer is weer iets groter geworden.